Moet me klaarmaken. Ben je in stijl? Goeiedag. Welkom bij Gewoon Vlog. Ik ben Kaal. Ja, sinds vandaag. Mooi hè? Ik begin kaal te worden, dus ik dacht, weet je, laat ik natuur een handje helpen. En alles eraf. En ook maar meteen mijn baard. Ik zie er een stuk jonger uit zo. Maar hey, welkom bij Gewoon Vlog. Deel 2. Het is dinsdag. Toch? Woensdag? Nee, dinsdag. Nee. Dinsdag. Het is nog echt lang geen weekend, maar we zijn deze week zoveel dingen aan het doen met de studio, dat we dachten, we beginnen vroeg deze week. Morgen hebben we onze vergadering bij Wim thuis. Ja. Wat hebben we nog meer? Oh ja, vrijdag hebben we de stream. En oh, we moeten ook nog de booth opmeten. Dat heb ik al gedaan. Oh, nou. Helaas, daar zijn jullie niet bij. We gaan een stemopname booth maken voor, ja. De opnames om stemmen mee op te kunnen nemen. Ja, dat zal ik meenemen. Ja, er is een bedrijf dat het ontzettend interessant vond om de geleide meditaties, de shamatha meditaties op te nemen. En zo professioneler te kunnen zijn. Dat is ook My Mind Farm. Zij doen wat voor ons, wij doen wat voor hun. Dat vinden wij leuk. En we dachten, weet je wat, laten we ook gewoon meteen een booth bouwen, want die hebben we daarvoor nodig. Dus dat gaan we deze week, ga ik eraan beginnen. Jullie zitten jullie natuurlijk af te vragen, what the fuck, waarom film je dit? Maar voor onze volgende opdracht bij My Mind Farm hebben ze aan ons gevraagd om weer een collage te maken. Dat vinden we echt blijkbaar heel erg leuk ook om te doen. En wij dachten van, nou, dat doen we op een groot schildersdoek. Dan gaan we eerst een kleurtje erop aanbrengen. En deze collage moet weer spiegelen hoe wij met z'n tweeën ons samen zien, samen met onze studio. Dus ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Hallo. Ik ga op weg naar de meeting en daar ga ik Daniel en de rest van de crew ontmoeten. En ja, we gaan ook een beetje laten zien hoe zo'n meeting gaat. Dit is het einde van onze vergadering, dus later! Hallo! Nou, het is nu donderdag en morgenavond hebben we een stream. En daarvoor moeten we even de studio opruimen. Daar is Daniel mee bezig. Oh, je ziet natuurlijk helemaal niks. Omdat ik natuurlijk in beeld ben. Nou, jullie horen de airco. Want het is nogal warm. En daar heb je Daniel. Mooi warm. Studio opruimen. Lekker opruimen. Ja, en ik ga bezig met de collage. Even kijken hoor. Het doek zien jullie hier achter mij voor de collage. Die hebben we al eerder in de video laten zien, maar hij is nog steeds wit, helaas. En ik zit nog even na te denken over de kleuren. Het wordt of een paars, gemengd met zilver, of ik ga nog iets met roze doen. Maar het moet wel een beetje een gezamenlijk ding worden. Dus of ik er nou echt roze in kan verwerken, weet ik niet. Paars. Zo, dit is hem geworden. Tada! Die moeten we nog even aan Daniel laten zien. Wat vind je ervan? Van mijn creatie? Vet mooi, man. Vet mooi? Nee, ik vind het best wel mooi. De bedoeling is dat de rechterkant jouw kant wordt. Maar dat voelt een beetje onnatuurlijk. Ik wil links. Ja, dan draai je hem wel om. Oh, ik was even vergeten dat het een schilderij was. Ja, je kan hem omdraaien. Maar dan lopen ze allemaal in een punt. Ik weet alleen niet hoe dat dan zeg maar duidt. En dan stijgen we op. Ah ja. Dat is eigenlijk wel een mooie metafoor. Ja. Oké.
Yes. Duidelijk, check. Alleen in dit licht zie je natuurlijk nog niet echt heel goed wat voor een kleur het is. Nee, maar dat komt later wel. Het is vrijdagavond en mijn vakantie is begonnen. Ik ben 2 weken heerlijk vrij. En dat begint vanavond al goed met een DJ-stream. Er wordt Tech House en Techno gedraaid vanavond door DJ Jeras en DJ Roll Fury. Ik zal even een link naar muziek in de beschrijving zetten, zodat jullie het kunnen luisteren als jullie dat leuk vinden. En nou, ik ben helemaal in stijl. Een shirtje aan. En het is nu even wachten op de DJ's tot ze er zijn en dan kunnen we gaan aansluiten. Ik heb er zin in. Inmiddels zijn we al een tijdje begonnen. Ja, want we willen vloggen. En de eerste DJ is al een tijdje aan en Daniel die is inmiddels al thuis van het werk. Kijk, daar is hij. Ik ben er! Yay! Nog steeds kaal, net als Wim. Ja, nu zijn ze allebei kaal. Yeah. Goed, inmiddels is de eerste DJ al bijna afgelopen. En gaan we zo door met Roll Fury. Wij hebben naar onze zin. Toch? Ja. Het is voorbij. Vanavond is weer een succes geweest. We zijn iets langer doorgegaan en ik had niet nagedacht over dat iedereen een uurtje zou draaien. Dus ik heb gezegd 1,5 uur. Dus jullie hebben meer waar voor je geld gehad. Nou ja, als je hebt geluisterd. Als je hebt geluisterd. Je hebt toch wel geluisterd. Anders staat de link in de beschrijving. Ja. Dus, hele fijne avond en tot de volgende keer weer. Goedemorgen, vandaag is het zaterdag. Ik ben net wakker, gisteravond was het nog een beetje laat geworden. Het is ook alweer middag, maar wel vroeg in de middag gelukkig, want ik moet nog genoeg doen vandaag. Ja, Daniel ligt dus ook nog een beetje te slapen op de bank. Een beetje het bijkomen van de stream gisteravond en de gezelligheid. Ik ga zo de stad in met een vriendin van mij, een beste vriendin. En ik ga haar haarverf kopen, want ik wil mijn haar graag verven in een pastelkleurtje. Dus dat wordt spannend, dat heb ik nog nooit gedaan. En we gaan een cadeautje kopen voor een vriend van ons, die is vandaag 30 geworden. En vanavond gaan we naar dat feestje toe, met barbecue. En als het goed is ga ik ook nog onze flamingo ophalen. We hebben voor de studio een opblaas flamingo als mascotte. En nu ben ik 1,5 week geleden kwijtgeraakt in de AQ op een feestje. En ik heb hem teruggevonden. Dus vandaag worden we weer herenigd. Goed, ik moet nu gaan, want ik heb zo afgesproken in de stad. Inmiddels ben ik weer terug uit de stad. Daar had ik graag meer van willen laten zien, maar de opslag van mijn telefoon was helaas vol. Dus veel kon ik daar niet filmen. Ik heb daar deze coole bril gescoord in ieder geval. Die gaat mee naar het festival volgende week, want dan ga ik naar Space Safari. Ik vond hem wel grappig. Super handig ook. Van die klepjes. Oh. Nou, dat dus. En verder zijn de cadeautjes ook gelukt. Ik hoop dat hij ze leuk gaat vinden. En straks moeten we alweer weg, dus ik ga snel cadeautjes inpakken. Ik ben een beetje moe. Een drukke avond gehad. Maar Elvira heeft een heel erg leuk idee. Wat heb je dan voor idee? Ze had eerst een hele hoop andere ideeën, maar dat ging allemaal niet lukken. Maar... Oh ja, nee, ik heb al wel verteld dat ik die verf ging kopen. Pastelkleurtjes. Het is er. Dus het gaat niet meer lukken om het vandaag te doen zoals ik eerst van plan was, want we moeten zo weg. Het is blond. Naar verjaardag, ja. Dus eerst om te kleuren en daarna gaat dat weer in. Blauw? Wat is het? Paars? Ja, het is een beetje... Pastelkleuren. Pastelkleur blauw. Right. Ja, en dat ga ik doen als ik terugkom uit de Ardennen met Elsje samen. Want zij heeft ook een kleurtje gekocht, geen pastel. Maar dan gaan we het samen even doen. Dus dat is dinsdag of zo. Nee, woensdag. Gezellig. Ja. Alright. En de bubblegun. Die is wel geniaal. Even kijken hoor. Of we dat kunnen laten zien. Oh. Zie je het? Oh ja. Nou, die gaan we straks aan de jarige geven. Ik heb ook een hele bus extra spul. Dus dat komt ook helemaal goed. En, of we Singo nog gaan zien vanavond is ook nog onzeker.
Want we moeten met de bus, want er rijden geen treinen. Singo heeft geen zin. Nee, ik ben even paard. Ja, en nu zijn we aan het lopen naar het lachende paard. Dat gaan jullie ook zo zien. Ik weet wel waarom op zit. Wij zijn er klaar voor. Ja. Party hardy. Yeah. Cheers. Nou, dit is dus het lachende paard. Dat is boerderij in Utrecht. Is dat het nieuwe dak? Is het toch wel een nieuw dak of dan? Nee, ik denk het niet. Oh, dus we gaan, als het gaat regenen, weer in de drupfluim. Ja. Daar zijn de ezels. En de paardjes. Oh ja, daar staat hij. Daar is dood. Oh ja, daar is de jarige Joep ook echt. Die denkt echt... Er is er een jarige. Hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is dood. Oh, we zijn mij aan het filmen. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ik ben al een jaar geweest. Maakt niet uit. Squirt all over your face. Ja, man. Is de ding zo weer gevonden? En het feestje. Nou, dat is het dan. Ja. Afsluiten van het weekend. We gaan zo naar huis toe. We zijn moe, we zijn uitgeput. En we willen slapen. Ja, we kunnen niet meer werken. Was dus, heel tot de volgende keer, jongens. En ja, maak iets moois van. Later. 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 Ja, iedereen in beeld. Ja, mooi.